open dag van de golfclub vandaag. Goedemiddag, stel u even aan ons voor. Ik ben Twan Berkemans, de eigenaar van de golfcentrum Dongen. En we hebben vandaag een open dag voor ons derde jaar waar we bestaan. Dus, en je ziet de activiteiten die we hebben momenteel met golflessen en dergelijke. Ja. En voor de jeugd echt te stimuleren. En de veranderingen laten zien de mensen wat we gedaan hebben het laatste twee jaar. Wat heeft u zoal gedaan? Een ander clubhuis gezet. We hebben nu een nieuw terras gemaakt dit jaar. En we zijn proberen zijn best te groeien. En hoeveel leden heeft de club? We zitten momenteel over de 300. Vrijdag zijn de nieuwe ranglijst uitgekomen van leading courses in Nederland. Dat zijn van alle golfbanen. En wij zijn nummer 2 van Nederland met de beste prijs-kwaliteit verhouding van alle golfbanen van Nederland. En voor wie is golven? Nou, als je rondkijkt, wij zijn echt een laagdrempelig voor iedereen. Dus en moet je van tevoren een cursus volgen? Nee, ja, je moet je golfvaardigheid halen. Dus dat kan je hier ook doen? Ja, je moet lessen nemen. En als je dat bent, dan krijg je een baanpermissie. En als je het leuk vindt, groei je van eigens door met een handicap. En hoeveel lessen zijn dat dan? Dat is voor iedereen afhankelijk. Oh. Je hebt mensen die kunnen met 10 lessen golven, je hebt mensen die kunnen met 100 lessen nog niet golven. Ja. Waarom zou ik hier naar de golfclub moeten komen? Het is goed voor je. Voor beweging, je bent in de natuur, je ontmoet mensen, het is goed voor je sociale contacten. En je bent met een hele leuke hobby bezig. Ja. Kijk, een mooie roze tas, dat zal wel van een dame zijn, dat denk ik zomaar. Met inderdaad allemaal verschillende clubs erin. Ik ben Jan Goorissen. En wat doet u hier? Ik ben jeugdcoach en ik ben met de jeugd een oefeningen aan het doen. Nou, laat u eens even zien hoe hij het moet doen. Waar zijn een zwaai. Oh, ja. En de bedoeling is dat hij die bal in dat rode vakje chipt en dat hij daar ook blijft liggen. Dus dat hij niet te lang doorrolt. Hoe moet Kijk, hij staan? Zo. Nou, ik ben Robert Diepen, een van de professionals hier op Golfcentrum Dongen, van Golfschool Dongen. Samen met Corina, mijn collega, geven wij de jeugdlessen en de andere lessen voor beginners, gevorderden en iedereen die daar vragen of wensen over heeft. En waar moet je op letten? Hoe begin je? Nou, je kunt hier beginnen met de introductiecursus. Nou ja, eigenlijk net zoals vandaag de open dag, hè? Ja. Gewoon lekker langskomen. En een gratis les volgen is meemaken wat golven inhoudt, het spelletje. En vervolgens kunnen mensen met een introductiecursus beginnen. En hoeveel holes heeft deze baan? Deze baan heeft 9 holes, paar 36. Dus echt een volwaardige golfbaan. Ja. En als we een wedstrijd spelen, dan spelen we altijd 2x9, 18 holes. Gaan slaan, maar wat wil je nou gaan bereiken? Wat ga je nou doen? Ik wil proberen, dus niet. Ik ga proberen niet over de bunker te slaan, want dat wil ik niet. Ja, dat mag wel, maar dat wil ik niet. Nee. Dus ik probeer eigenlijk links van de vlag, dus links van de bunker, probeer ik hem neer te leggen. Doe je best.
Ja? Ik ben daar blij mee. En? Ja, ik lig niet in de bunker. Voor het mooie had hij ietsje verder gemogen. Ja, maar een goede... Ja, ik ben tevreden. Voor mij doen, ben ik heel blij. Nou, ga vooral zo door. Dank je. Nog geen actie. De voorzitter van de club. Stel je even aan ons voor. Jongens! Mijn naam is Alfred van Drenthe. Ik ben sinds een jaar voorzitter van de golfvereniging Dongen. En wat houdt dat in? Ja, dat je eigenlijk dus voorzitter van het bestuur bent en moet zorgen dat dus alle spelers gewoon een leuke tijd hebben. Dat je alle spelers zulke wedstrijden kan bieden, dat iedereen het gewoon hier naar zijn zin heeft. En er zitten natuurlijk hele leuke dingen bij. Er zijn ook dingen die gebeuren die minder leuk zijn, maar het hoort erbij. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. We hebben een hele gezellige vereniging, bijna 400 leden en we groeien gestaag. Nou, we hebben ook enorm getroffen met de eigenaar. Je ziet wat er gebeurd is. Nieuw clubhuis, nieuw terras aangelegd, mooie asfaltweg erbij gelegd. Dus we gaan hier topjaren beleven nog in Dongen. We hebben een herendag, we hebben een damesdag. We hebben nog een wintercompetitie gehad in de winter, dus eigenlijk het hele jaar door wedstrijden. Dus en goed. Er zijn er ook kledingvoorschriften? Ja, er zijn kledingvoorschriften. Alleen dames moeten eigenlijk altijd het podium en een kraagje aan. Je mag dus niet in een bikini in de baan op, zo gezegd. Daarnaast moet je altijd wat nette kleding hebben. Je moet golfschoenen aan hebben. En je moet je vooral ook goed gedragen, dat is het belangrijkste. Goedemiddag. Wat vindt u zo leuk aan het golven? Het eerste dat je lekker buiten bent. Het tweede dat het steeds een uitdaging is voor jezelf om jezelf te verbeteren. Ja. En het leukste vind ik nog met bal en dat je probeert om te voelen wat je doet en het resultaat dan ziet. En bent u een beetje tevreden? Vandaag zit alles een beetje tegen, dus maar met de laatste slag ben ik wel tevreden dat hij over de bunker was op de kring. Ja. Okay. Ja. Dat was dus natuurlijk uiteraard de bedoeling. Dat was ook de bedoeling, inderdaad. Ja, goede slag, toch? Ja, dank je. Ja, dat was zo. Ja. Ja, oké. Okay. Ja.